Gadverdamme, dat stinkt vet. De belangrijkste meeting ooit heb. Max! Hallo lieve mensen. Deze week een experiment dat ik al echt heel lang aan het uitstellen ben. For obvious reasons. Maar ja, weet je, ik ben de flauwste niet. Dus ik heb al mijn zelfvertrouwen bij elkaar gesprokkeld. En ik ga dit doen. Ik hoor het je al vragen. Een week niet douchen. Waarom zou je dat doen? Nou, er zijn dus heel veel artikelen die praten over de voordelen van niet douchen. Zo zou het fantastisch zijn voor je huid. En zelfs voor bepaalde huidproblemen, huidziekten. Pim hier niet op vast. Zelf heb ik ook echt een hele droge huid. Dus ik ben mega benieuwd wat deze week voor mij gaat doen. Of mijn huid zichzelf ook weer een beetje herstelt of zo. Of dat ik een krokant laagje krijg. De regels zijn dan ook duidelijk. Geen douche, geen bodylotion, geen deodorant, geen parfum, geen gekkigheid. Alleen om de dag even een washand langs de onderkant. En that's it. Verder moet de natuur zijn werk doen. Ik ben benieuwd. Ga ik dit echt doen? Ja, oké. Ik ga voor de laatste keer douchen. En ik ga er alles aan doen om me zo schoon mogelijk te voelen. Dus de katten gaan even ondertussen los. Ik ga me helemaal scrubben. En inolieën en alles wat hier staat ongeveer ga ik gebruiken. En dat ik me echt nog nooit zo schoon heb gevoeld. Dat moet het doel zijn. En dan kan ik aan de challenge beginnen. Nee, ik wil het niet. Ja, ik moet. Oké. Dit gaat goed komen. Ik ga lekker douchen. Kijk je gezellig mee. Jezus, wat hebben die katten? Doe even rustig of zo. Jezus. I was walking down the street, rocking my feet, clap my hands and stop my feet. I saw a little little needle to speak. She was so sweet, yes, I wanted to meet. Zo zit dat tuig dus altijd als ik aan het douchen ben. Was het gezellig, jongens? Vinden jullie het een leuk uitzicht? Hm? Weinig oog voor mij. Dat is mooi. Zo raar dat ik dit een week niet ga doen. Dit was heerlijk trouwens. Je was jezelf natuurlijk wel vanaf kleins af aan. En op een gegeven moment ga je gewoon elke dag onder de douche staan. En nu is dat gewoon een week niet. Oké, even zonder grap en rollen. Ik heb dus best wel vaak dat ik echt na het douchen zo vreselijke jeuk heb. Vooral mijn benen, maar het kan ook mijn armen zijn. Echt niet normaal. En ik kan er niet achter komen wat het is. En body lotion helpt ook niet altijd. Misschien soms wel, ik weet het niet. Maar heeft iemand dit ook en heeft hij daar ervaring mee? Want weet je wat ik moet doen? Want ik word helemaal gek hiervan. Je weet toch hoe mensen je soms de eeuwige jeuk toewensen als je een naar persoon bent. Ik heb soms echt eeuwige jeuk, maar dan niet eeuwig. Anyways, dit is dus eigenlijk ook iets waarvan ik hoop dat het dus weggaat als ik misschien niet meer douche. Hi, goedemorgen. Ik ben lekker aan het werk. Nou ja, ik ben helemaal niet zo lekker aan het werk, want ik ben vet aan het uitstellen. Ik heb wel het hele huis schoongemaakt, maar nu zweet ik dus. Dus nu voel ik me echt vet vies. Wat meteen arises the question, hoe zeg je dat? De vraag met zich meebrengt. Om, wat moet ik doen met sporten deze week? Want dat is echt niet. Douchen na sporten is misschien wel het beste gevoel wat er is. Wat zeg jij daarvan nou, Boder? Hm? Wat zeg jij daar nou van? Nou, rustige dag gehad. Wel visite. Lise kwam even langs, maar dat is dan de voordeel van die anderhalf meter samenleving. Dat je dus niet zo dicht bij elkaar komt. Dus ik denk dat ze me niet heeft geroken.
nu even uit eten met een vriendinnetje. En ik heb heel hard gefietst en ik ben nat geregend. Dus ik heb gezweten. Dus ik voel me medium vies. Nou ja, niks aan te doen. Nou, weer een dag voorbij. En ik voel me vies en plakkerig. Het was echt een super warme dag vandaag. En ja, ik heb ook echt gewoon een paar keer zitten zweten en zo. En hi, Furpsie. Ja. En een beetje een rondje gelopen hebben we. En niet zoveel spannends verder. Ik had een Zoom meeting. Thank God voor Zoom meetings. Anyways, nu komt dus wel het moment dat ik echt vet graag wil douchen. Maar ja. Also, dit zijn de beste avonden. Oké, ik zit op het terras. Het komt met bakken uit de hemel. En nu zit ik dus te twijfelen of ik nu dus van de mogelijkheid gebruik moet maken om gratis te douchen zonder... Nou, te douchen zonder dat het dus met mijn experiment fokt. Of dat dat juist met mijn experiment fokt, omdat mijn huid dan weer nat wordt en ik dan dus eigenlijk weer opnieuw kan beginnen. Snap je het nog? Wat zeg jij ervan? Ja, ik zeg gewoon gaan. Nou! Go for it, ja. Ik dans wel mee. Oké, deze week is natuurlijk al echt vreselijk. Maar als er iets erger is dan een week niet douchen, dan is het wel een week je tanden niet mogen poetsen. Weet je wel, dat er dan zo'n fluweel laagje op je tanden komt. Maar een week je tanden poetsen is echt super vaak door jullie voorgesteld. Ik ga het gewoon niet doen. Ik ga het je alvast verklappen. Ik ga het niet doen. Ik vind mondverzorging ook gewoon te belangrijk. En daarom even een korte pauze om jullie te vertellen over iets heel tofs wat ik heb gedaan voor een hele toffe campagne. Namelijk Parodontax. Ik gebruik zelf al meer dan 9 jaar Parodontax en ik wil echt gewoon niet meer anders. En daarom was ik dus ook heel blij dat ze mij vroegen voor een nieuwe campagne met deze Herbal Fresh. Deze tandpasta is geschikt voor vegetariërs en de ingrediënten zijn geïnspireerd op de natuur. Top spulletje dus. Maar er is meer. Voor deze campagne heb ik namelijk, net als een aantal andere leuke mensen, een tandenpoetspodcast ingesproken van 2 minuten. Zodat de 2 minuten dat je bezig moet zijn met je mondhygiëne, je lekker naar mij kunt luisteren en mijn stem in je oor kan laten tetteren. Dat is genieten, toch? Nee, grapje. Het is echt leuk en het helpt je om de 2 minuten dat je met tandenpoetsen bezig hoort te zijn, daar even een mooie... zinvolle invulling aan te geven. Check de podcast in de link in mijn videobeschrijving hieronder. En dan gaan we nu terug naar de reguliere programmering. Ja, best wel lang. Het langst dat ik niet heb gedoucht de afgelopen weken is denk ik 12 uur. Ik denk in de afgelopen 10 jaar of zo misschien 2 dagen. 2 dagen? Ja, ik vind douchen echt super fijn. Ik douche iedere dag. Oh ja, ik weet het al. 10 dagen. Wow, wanneer? Waarom? In de campervan met mijn moeder in Nieuw-Zeeland. Je ziet het goed. Ik heb me weer aangekleed. En dat komt omdat ik vandaag zo de belangrijkste meeting ooit heb. Nou oké, misschien iets overdreven, maar het is een hele leuke... Dat hoop ik in ieder geval. Maar het is gewoon... Ja, het is een hele bijzondere meeting. Ik kan er natuurlijk nog niks aan zeggen. Ik ben heel excited. En dus ja, ik sta hier nu ongedoucht. Op zo'n moment. Dan denk je echt toch weer van... Waarom doe ik dit? Maar oké. Het wordt vast leuk en ze hebben vast niks door. Hoop ik. We moeten tenslotte 1,5 meter afstand houden. Ja.
Oh wacht, mijn ding is echt vet stoffig. Je kanaal bedoel je? Wij hebben even een pauze genomen van werk om even een kopje koffie te drinken. Het is nog werk, dus nadenken over werk. Ja, dat is waar. Hier doen we onze beste brainstorms tijdens het wandelen. Maar ik heb een inzicht, denk ik. Ik heb het idee dat ik minder vies aan het worden, als in minder vies aan het ruiken ben. Alsof mijn lichaam zichzelf weer aan het herstellen is of zo. En ja, ik heb het idee dat ik gewoon mezelf minder ruik. Oké, okay, dus echt letterlijk minder vies. Niet dat je per dag minder vies wordt, want op een gegeven moment ben je natuurlijk een soort piek vies. Ja. En dan word je niet meer viezer, dus dat is logisch. Maar je hebt het idee dat je juist minder vies wordt. Nou, minder vies ruik. Okay. Ik denk dat wel dat ik stof en zo op mijn armen heb. Stof. Zo oud ben ik. Ja. Maar ja, gewoon... Oké. Okay. Ik ruik mezelf minder, dat is het gewoon. En hoe lang moet je nog? Nog 2 dagen. 2 dagen, heftig. Ja. En nu heb je Piccadilly in je haar. Nooit! Godverdamme, dat stinkt vet. Maar dat is Piccadilly. Het is gewoon hetgeen wat een beetje het meest stinkt van alles op aarde. Godver! Je mag het er niet uit wassen. Oh, jij lul. Staat wel, het is een soort Something About Mary vibe is dit. Ja. Ik ga zo douchen, dan ga je gang. Ik ga, zal ik nu gaan douchen alvast? Dan kom ik zo terug. Wat een eikel is dat ook. Mm. Ik zei haal het uit mijn haar, niet met je mond. Kijk, gat. Er zitten allemaal pitjes in dan. Ik vind wel dat je haar een beetje viezig is hoor. Ik had het eigenlijk op dag 2 moeten doen. Nee, inderdaad. Gemiste kans. Oeh, mannetje. Nog even deze dag doorkomen, jongens. Ah, gelukkig is het lekker warm, dus ik ga nog even lekker zweten. En nog een paar uur en dan mag ik douchen. Oh, wat zeg jij ervan, Boter? Ja, feest! Brittany en ik hebben er helemaal zin in. Ik heb de hele badkamer geprept met allemaal lekkere spulletjes en lekkere... Max! Oké, first of all, het viel echt wel heel erg mee. Ik voelde me veel minder vies dan wat ik van tevoren dacht. Alleen bijvoorbeeld bij 's ochtends bij het wakker worden of na hard fietsen of zo, dan voelde ik me wel een beetje... Of mijn huid er ook echt baat bij heeft gehad. Ik denk het wel een beetje, want normaal gesproken dan trekt mijn huid altijd heel erg, is echt heel droog. En dat heb ik nu eigenlijk deze week niet gehad, terwijl ik geen dagcreme heb opgesmeerd. En normaal gesproken ben ik de hele tijd bezig met allerlei gekke olietjes en zo. Ik denk oprecht dat ik er goed aan zou doen om voor mijn huid wat minder vaak te douchen dan de standaard 1 keer per dag. En sowieso wat vaker koud te douchen. Beide tips die ook nog eens heel goed zijn om je impact op de aarde te verkleinen. Hoe lang is het langst dat jij niet hebt gedoucht? Laat het even weten in de comments en ik zie je snel.